veel zon en nauwelijks bewolking. Hier en daar wat wolkensluis of een klein stapelwolkje. Temperatuur loopt op naar 16 graden op de meeste plaatsen. Goedemorgen. Het is echt een hele mooie ochtend. Het is nog mistig op sommige plekken, want het zijn de ochtenden waar ik van hou. Maar het wordt vandaag een zonnige dag, het is herfst, maar het wordt nog 16 graden, zeggen ze. En ik ga gewoon lekker ouderwets het bos in, lekker een stuk wandelen, eten mee, drinken mee. En ik ga hier zo het bos in, daar ligt een mooi heideveld. En de dauw, de mist hangt er mooi boven. Ja, prachtige ochtend. Ondanks dat het vandaag een fijne temperatuur wordt, is het nu nog koud. Nou ja, fris. Duik zat bos in daar. Oké, daar gaan we. Veldje. Dat wordt al een keer aangegeven. Ik sta nu hier en ik wil naar dit punt. Dan kijk ik dit pad in en daar de heide op. Daar ligt dat veld. Daar mag je niet heen. Herten en zo, die gaan dus graag naar een veld toe. Om lekker te grazen. En die komen dan. Hier vandaan. We lopen zo. Zo richting dat veld. En je ziet ook, het is afgezet met takken. Om te voorkomen dat mensen die kant op gaan. Ik sta hier ongeveer 3 kwartier. Het is echt een prachtige ochtend. Maar ik ga zo lekker wandelen. Dat is mijn doel voor vandaag. En af en toe ga ik ergens stilstaan. Maar niet uren. Ik denk dat ik zo die kant op ga. Dan heb je ook nog een groot veld. En ja, we kijken wat we tegenkomen toch. Hier word ik heel gelukkig van. Echt fantastisch. En het is altijd leuk om een wild scherm mee te pakken.
Je merkt aan alles dat de herfst nu echt haar draai begint te vinden. Het is kouder in de ochtend en vaak hangt er ook een nevel boven de velden. En de hertenbronst loopt ook echt op haar einde. Deze man die mag zich verrijken met een aantal mooie dames aan zijn zijde. En hij gaat ongetwijfeld zorgen voor een heel sterk nageslacht. Zo, wat een dag is dit zeg. Echt een prachtige herfstdag zo in oktober. En zit je nu te kijken en denk je van hey, ik vind het echt super leuk om zo met hem mee te lopen. Vergeet je dan zeker niet te abonneren. Dankjewel alvast. Mijn pad wordt versperd door een dikke spin. Oké, we gaan het web van de spin niet kapot maken. Dus even eromheen. Dan gaan we verder. Er ligt ook een boomstam op het pad. Dus dat gaat niet worden. Oh, kijk. Ik zie het hier al. Kijk. Daar zit je. Als je daar kijkt, zie je een open plek, een voerplek. Het is, ja, we gaan. Ik dacht dat het pad was, maar niet dus. Maar je ziet ook die boomstam op het pad liggen. Dus zodra het natuurbeheer niet wil dat je verder gaat, dan leg een boomstammetje op het pad. En dan moet je ook gewoon niet verder gaan. Dus ik ga weer terug. Even kijken, dan kom ik zo die spin weer tegen hier. Ja, ik ga niet door je web heen, ik ga eromheen. Ja, het was wel een vrij breed pad was het hier, dus ik dacht echt dat het een pad was. Het ziet er toch wel uit als een degelijk pad, dacht ik zo. Vandaar dat ik hierin liep. Nou, we gaan deze kant maar eens even op. Horen jullie dit? Raven. En niet één. Een grote groep raven cirkelt vlak boven de boomtoppen. En dat kan vaak maar één ding betekenen. Of er ligt een dood dier... Of er ligt een geslagen prooi. En ik rook wolf, heel sterk. Dus ik besloot mijn warmtebeeldcamera erbij te pakken. Maar ik zag niet veel en achter mij, waar de geur vandaan kwam, was de begroeiing te dicht. Maar dat er eentje gelopen had hier, dat was 100% zeker. Op de terugweg kwam ik deze uitwerpselen nog tegen. Onmiskenbaar de uitwerpselen van een wolf. En aan het einde van mijn wandeling, toen de zon lager aan de horizon kwam te staan, keek ik nog even links over mijn schouder naar het grote open veld. En ik werd ook bekeken. En dat had ik niet verwacht.